Nou, vandaag de hele dag lezingen gegeven in Baren, in Kasteel Groeneveld. Ja, normaal laat ik altijd iemand even aan het woord om te vertellen wat ze ervaren hebben. Maar gaandeweg vandaag dacht ik eigenlijk, ja, ik moet het anders doen. Ik heb eigenlijk een boodschap te vertellen aan de hand van de ervaring die ik heb opgedaan vandaag. En dat wil ik jullie eigenlijk persoonlijk geven. Want ja, wat ik vandaag zag is dat er zoveel mensen behoefte hadden weer om te leren wat verbinding betekent. Want de afgelopen 2 jaar ja, hebben we toch echt gewoon door alle corona shit te maken gekregen met juist de disverbinding, hè, uit verbinding te gaan, 1,5 meter afstand. We mochten elkaar niet meer zoenen, hè, roep het allemaal maar, handjes geven mocht niet meer. En dan denk ik, jongens, maar dat is niet wie wij zijn als mens. Wij willen verbinden. Dat zijn wij als mens. Kijk naar jezelf, kijk naar je collega's, kijk naar je bedrijf en ga weer met elkaar connecten op de manier zoals wij met z'n allen eigenlijk willen. Ja, dit is een boodschap vanuit mijn hart aan jou. En ik zou je echt willen vragen van, wees bewust van het effect van verbinden. Ga ermee aan de slag en ga het weer ontdekken. En ga het weer voelen wat verbinden werkelijk voor jou en voor je bedrijf betekent. Dank jullie wel.